je ideeën delen en mensen op ideeën brengen en wat ze misschien zelf nog niet voor mogelijk zien. En wat natuurlijk heel goed werkt, is gewoon je eigen klant aan het woord laten. Want er is niks overtuigender dan dat jouw klanten vertellen natuurlijk hoe fijn het is om met je samen te werken. Of welke resultaten je allemaal bereikt. En daarom ben ik ook heel blij dat mijn klanten dat voor de camera willen vertellen. En ik zie dat ook echt als een cadeau eigenlijk. Dat ze dat willen en dat ze dat mij willen geven. Dat helpt mij natuurlijk met mijn marketing, maar het helpt hen ook, denk ik, om hun verhaal te delen. En het helpt natuurlijk ook gewoon potentiële klanten die overwegen om met mij te werken. Van, goh, met wie heeft zij gewerkt en wat waartoe is ze in staat? Dus ja, die testimonials, daar geloof ik heel erg in. En dat heb je gewoon in deze tijd nodig. Want ja, daarmee kan je echt het verschil maken, denk ik. En er zijn nog zoveel mensen die dat niet hebben, die videotestimonials. Dus daarmee kan je natuurlijk ook onderscheiden. Dus, maar het gaat er natuurlijk om wel dat je de juiste vragen stelt. En dat mensen ook op hun gemak gesteld worden. Want heel veel mensen hebben toch nog gewoon angst voor de camera. Ja, dat heb ik ook gehad. Maar dat wordt steeds minder eigenlijk. Ja, het is ook iets wat je kan trainen volgens mij.